De politie denkt dat deze man iets te maken heeft met een ontvoering in Veghel. Op vrijdag 23 maart wordt iemand in Veghel meegenomen en een paar uur vastgehouden en bedreigd. Daarbij worden ook foto's genomen. En dit is daar één van. De foto is gevonden op een fototoestel dat later in beslag is genomen. Twee verdachten zitten nu vast. En dit is nummer 3. Wie is hij? Als u weet waar de politie hem kan vinden, bel dan nu.